Dag beste kijkers, het is zaterdag. Dat wil zeggen tijd voor een nieuwe video. Oké, de video van vandaag gaat over iets wat we allemaal wel een beetje doen. Als we een lief hebben, weliswaar. Namelijk onze partner een klein beetje manipuleren door een beetje van die dreigementjes te uiten. Allee, jullie doen dat, hè? Ik doe zoiets niet, hè? Leugens! Maar dames, ik kan al een geheim vertellen. Die dreigementen klinken heel vaak als muziek in onze oren. En missen dan ook het gewenste effect. Zie maar. Och, schat, hier, een romantisch weekendje naar Parijs met een hotelletje met wellness. Ga je mee? Zeg je tegen Augustine, schoon ik met iemand anders. Blijf dan maar alleen thuis. Wij haten de Notebook. Zeg, als je niet oplet, dan stop ik met films te kiezen om samen te zien, ze. Af en toe kunnen we wel eens een paar dagen rust gebruiken. Is er hier nog altijd kwaad van er straks? Ga jij nu echt zo kinderachtig blijven doen? Ik zal je eens een silent treatment geven en eens een paar dagen niet tegen u spreken. Wij vinden dat fantastisch dat jullie ons steunen in onze hobby, maar dat kan ook van thuis uit, hè. Als je mij zo belachelijk gaat blijven maken op de voetbal, dan kom ik in het vervolg niet meer mee. Niet alles wat jullie klaarmaken is lekker. Wat is het? Vind je het niet lekker? Ja, jawel, maar... Ah, dat is goed. Dan zal ik vanaf nu nooit meer mijn wereldberoemde soep klaarmaken. Wij hoeven uw ouders niet per se van 's morgens vroeg al te zien. Zeg, vergeet uw stapschoenen niet in te pakken, hè. Die stegen al klaar. Niet enthousiast, ja. Ik ga het familieweekend afzeggen. Wij kiezen niet graag tussen twee kledingstukken. Het was hier plezant om samen te gaan winkelen, hè? Nou. Zie je ook niet vervolg wel alleen shoppen, hè? Hoeveel koppelfoto's wilde je nog maken? Nog een foto voor op Instagram. Ja. Zeg het tegen een goesting, dan post ik nooit meer een foto van ons, hè? Wij willen onze zondagen anders spenderen. Als jij geen tafelmanieren kan leren, dan ga jij nooit meer mee brunchen met mijn ouders. Ik kan echt niet tafelmanieren. Ja, leef je niet in de rol in, want dat kan ze niet. Dat kan ze niet meer aan dan. Moet slecht dan acteren. Moet ik echt acteren. Is hij weer aan het gieren of? Alleen ik sta niet meer bij mijn paal, kom maar. Dat was beter dat ik niet aan het gieren. Het is echt slecht. Dat wordt slechter met de lepel. Als jij nu geen tafel. Als jij geen tafel mag hier gaan leren, dan ga ik maar. Als jij geen tafel mag hier gaan leren. Nou, oké. Zeg de volgende keer doe jij deze aan het, hè? Druk droog.